Bij deze opstelling meet je het verschil in acceleratie tussen een conventionele boeg en een nieuw type boeg, namelijk de bijlboeg. Dit doen we door de boegen beide op te tillen en ze vervolgens in het water te laten vallen. Hoe doe je dat? Nou, je zet eerst de pomp op omlaag en vervolgens ga je pompen totdat beide magneten de boegen aanraken. Vervolgens zetten we de elektromagneten aan. Dat doen we met deze schakelaars. Beide knoppen omhoog. En zetten we de pomp ook op omhoog. Dan gaan we pompen, net zo lang, tot de boegen uit het water komen. Oké, nu beide boegen uit het water zijn, kunnen we ze laten vallen. Als we dit net naar elkaar doen, kun je hier op dit scherm vrij duidelijk de acceleratie zien die gemeten wordt. Kijk, beide boegen in het water en hier meet je het verschil tussen acceleraties.